Hallo mensen van Gonzi Games, dit is de allereerste serie die ik hierop ga beginnen. Het is wat anders dan The Kingdom natuurlijk. Het is een Let's Play serie. Dit is de allereerste aflevering. Ja, wat zullen we zeggen? Ik hoop dat het gaat slagen bij jullie. En ik hoop dat ze hier niet lopen te porren. Maar ik zou jullie even voorstellen aan de luidjes. Even kijken, wie hebben we hier? Ik ben Rico. En, van Lils Gaming Cast NL. En jij bent? Jerry van Sambo Gaming NL, dankjewel. Okay. En jij bent? Ook al van WSG Westside Games. Oké, en jij bent? Ik ben Jules van geen kanaal. Nauwelijks. Jezus, dat is een mooi kanaal. Nou, dit zijn de spelers zeg maar voor vanavond. Ja, ze lopen de hele tijd al te klooien. De bedoeling van dit spel eigenlijk is, ik heb de luidjes hier al uitgelegd wat er gaat gebeuren. Je ziet hier verschillende varkens. En ja, wat zou ik zeggen? De bedoeling is dat ik straks ergens hier aan hendel ga trekken. Dan vliegt het hieronder, vliegt het in de fik. En dan de bedoeling dat de zand één voor één wegzakt. Ja, ik heb het spel heb ik maar Piggies in the Sky genoemd. Piggies. Dat bedoel ik. Piggies in the Sky. Wie nog één keer? We kiezen allemaal straks één varken en dan beginnen we. Dus jongens, ik zou zeggen van kies jullie varken. Jenoek is voor mij. Deze voor mij. Oké, dan is de laatste dus voor mij. Ik heb hier een stok. Nee, ja, mijn is dit die vast of zo. Nou ja, die komt straks wel wel eens. Ik ga aan de hendel trekken en dan. Ja, die van mij is erop. Beginnen we. 1, 2. Die van mij loopt niet. Die van mij loopt niet. May the best man win. Oh ja, dat. Ja, succes. Waarom loopt die van mij niet? Die van mij loopt ook niet. Die van mij loopt alle kanten. Nou, dan sla je hem even in één keer, dan gaat hij wel lopen. Ja. We gaan twee. De eerste wie de twee wint, zeg maar. Of tenminste, we gaan drie rondes doen, dan gaan, daarna gaan we kijken wie er wint. Jammer, hier. Ik altijd. Duitser! Hey, we hebben ook Duitse kijkers, hè, denk erom. Heb jij Duitse kijkers? Very sorry. Okay. Sorry. Ga andere kant op, dat staat daar in de fik, je domme stomme. Ja, Momentje hoor. Mag je nou wel andere vakjes aan? Nee, dat mag je niet gebruiken. Mijn is verlamd ofzo. Duits. Ga dan sorry, lopen jong, kreng. En dan stop je mijne. Oké, okay, wat is spanning en sensatie. Wie gaat als eerste vallen? Nee, niet daarheen. Daar gaat. Oeh! Is er al één af? Ja, Zef. Oké, Zef is dus af. Dus, dude. Succes. Mijn vader Nee, help. Hey, mijn vader okay, ik leef nog. Wacht, en daar gaat Jules. Oh, hij loopt gewoon onder het gat heen. Hé, hey, moet je zien waar ik daar zit? Help! Oh my god. Jij bent fucked. Goed. Lopen joh, kring! Goed zo. Nee! Je loopt verkeerd. Nee! Oké, okay, ik sta hier volgens mij veilig. Dit is de dam. God. Ja. Nou, het gaat dus nog tussen Jer nou, en ik. Het is best wel spannend. Nou, kom op varken, lopen. Nee. Oh. Yay. Dit ziet er echt vet uit, man. Het is ook geen langdradig spel of zo. Nee. Kom weer erbij. Help. Kut varken, loop nou. Je slaat hem er bijna in. Rico, jij moet hier even weg. Oké, round 2 guys. Oké, de eerste keer heeft Jet dus gewonnen. Gefeliciteerd. Hey, ga maar, dat mag niet, hè? Je mag me niet hitten, hè? Nee, dat is gelijk. Doe je varken, lopen. Ha! Nee! Klootzak, hij gaat die kant op. Dit ziet er best wel vreemd uit trouwens. Dit ziet er een beter uit. Ciao. Ja, goed zo, loop naar het midden. Die van mij loopt gewoon naar het midden. Geen idee. Die van jou is door de dolle heen volgens mij. Ja, ik heb hem geslagen. Op zijn kant. Hey, wat is dit? Nee, doe niet! Hey, wat is dit voor beest? Hey, waar ga jij? Die van mij staat hier gewoon heel braaf stil. Ja. Als die van mij nu ook even stil blijft staan. Mijn hoofd zit helemaal gedraaid. Lol. Ik noem hem Henk. Henk? Ja, Nee, Nou, weet je wat? Nee. Ik noem die van mij Shawarma.
Wat je mama. Weet je wat ik mij noem? Henk staat hier nu al een minuut stil. Dus mij noem ik Nassie. Oh. Dus mij noem ik Nassie. Nassie Kore, bitch! Somebody Hi. Hey man. Is het? Hoe is het met zwarmen? Goed. Mooi. Lekker warm. Lekker warm. Ja. Wat is dit beest? Loop naar binnen toe. Tuurlijk, naar binnen. Druk mij er bijna af. Ja. I don't care. Jij gaat verkeerd. Wat doe je nou? Wat doet die varken wel? Waar ga je... Nee, niet die kant op. Nee, Chief, weg. Ta 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 la na 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 ta ta la na 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 ta 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 la na na na. Kom op, zwaar maar. Lopen. Allee, blijf maar stilstaan. Spanning. Yay. Lopen jullie allemaal? Hoe ziet het er voor jullie uit? Ja, heel erg leuk. Heel vreemd. Je armen bewegen zo van... Weet ik wat doe eens? Brandt er nogal wat trouwens? Ja, hier brandt er nog, daar brandt het. Brandt hier echt vreselijk. Nee, die van mij loopt er bijna in. We lopen er allemaal bijna in. Uh-oh. Nee, oh ja, die sloeg mij. Niemand. Die geest, ja, jij dus. Nee. Hey, niet slaan, hè, regels. Oké, degene die of iemand zijn varken slaat is gelijk gedisqualificeerd. Hij is uitgebrand, want ze kan volgens niet met vuur. Uitgebrand? Nou, dan ga ik even kijken. Dan ga ik even van mijn piggy af. En dan ga ik even vliegen. Kijken. Hacker! Hey, niet van, hey, Seth, niet van je pick af. Hoor je het niet van je pick? En ik ga weer op mijn varkentje. Zo, we gaan weer verder, jongens. Ik sta hier echt zo. Oh, nee. Ja, daar gaan we. Pas op de knede knoop. Nee, loop niet het gat in. Nee, dat loopt niet het gat in. Nee. Je heet misschien Swarma, maar je moet het vuur niet inlopen. Ik heb nergens last van hier zo. Oh, beter dat deze niet in brand staat. Deze ook niet. Check hier, Rico. Oh, ik heb echt totaal. Opeens staat midden ook in brand. Oké, die staat. Ik zit hier soort van vast. Ik sta precies op een blok die in een fik staat. Oh, hij loopt weg. Gelukkig. Nee. Ik ga hier vast komen te zitten. Ik zei ideaal. Dit staat niet in een fik namelijk. Nee, denk je? Lopen. Hey Seth, ik wens je veel succes, maar die twee blokjes waar jij staat, die staan in de fik. Ja, rot beest. Nee, oh, hij stond er net, maar hij gaat net weg. Oh, ik zou het nu vast. Lopen. Weg daar. Nee, lopen. Stond Duits open. En oké, Seth is af. Hij is, oh, ik dus, ook bijna. Dus weg. Nee, Seth, jij moet weg. Spring maar naar beneden. Jee, mag ik zo? Oké, okay, het staat er tussen ons drieën. Seth ligt er weer als eerste af. Hey. Seth, ga weg. Oeh. Jongen, ik was een 360. Oh. Spannend. Dat blok viel onder me vandaan weg toen ik aan het lopen was. Loop. Maar mensen, had jullie dit ook een keer willen proberen? Nee! Laat het even in de reacties achter. Hey, we zijn weer als met z'n tweeën over. Ja, maar dat beest van mij loopt naar vuur toe. Ga weg, nee. Waar ga je naartoe? Loop naar binnen! Gek! Waar? Lukt het? Oh, ik kom! Ja! Oké, nou. Hey Rico, anders moet je even een paar keer aan het ding zwengelen. Snorrita. Ja, aan die hendel. Nee, hij brandt echt nog, dat zie ik echt van op hier. Oké, maar dan gaat het wat sneller. Wat doe jij? Wow! Ja man, ga hier staan, dat helpt. Dat is ook echt heel veel beter dan daar staan. Nee! Oeh, jij staat precies op een blok die in de fik staat, hey, hoe vind je dat? Oeh! Duits. Ja, ren weg. Hey! En een punt voor mij. Oké, mensen, ronde 3. Het staat nog momenteel 1-1-0-0. Oh, en daar is Julok in één keer weer. Maar die komt ook uit de hemel vallen. Hij zit op een varken. Oké, hij doet gewoon weer even mee. Oké. Zeg het wel even in de chat, dat hij nog steeds meedoet, namelijk. Ja. Maar wat vinden jullie tot nu toe van de eerste Let's Play?
Nou, het lijkt net alsof het een vark loopt. Je weet wel. Juist. Oké, ik glitch dwars erheen. Hoe vind je dat? Nou ja, ik ben af. Klaar, ik ga filmen. Je bent toch aan het filmen, of wat? Ja, ik ben aan het filmen. Ja, oké. Okay. Wie gaat er winnen? Wat een spanning. Ben je al af? Ja, jullie weten, hè, vanavond eten we dus shawarma. Niet? We eten nasi. Jerry. Nee. Ja. Oké, jullie is af. Dat zag er zo mooi uit. Nick. Varken. Ga weg daar. Ik zei hier een beetje mee, denk ik. Ik ga het even van de onderkant filmen. Slecht. Zo slecht. Even kijken. Als je blokjes gaat kapot staan. Er is wel te weinig vuur trouwens, dus ik ga even voor wat meer vuur zorgen. Goed. Oké, Rico staat er heel... bijna. Rotbeest gaat er weg. Nee, check mijn beest. Nee. Eentje. Nee. Als je doorgaat, gaat hij voor jou straks nog dood. En daar gaat Sef. En het gaat nou tussen Rico en Jer. Hij heeft me er nou nog zo'n spannend muziekje onder, hè? Ja, zo ja, dan ga ik doen dat ik. Ja. Shiften. Het is echt gewoon in alle opzichten is het een fout uit als je gaat shift op je varken. Ja, op zich. Kom op dan, Jer. Wat een spanning. Ik ga nog even een paar keer aan de hendel trekken. Ja, ga jij maar lekker aan je hendel trekken. Lijkt me een goed idee. Lekker aan je hendel trekken. Ik moet even op een kaart in. Wat een spanning. Waar? Waarom slaan jullie varken niet even? Waarom wel? Maakt het wat spannender. Het gaat niet van Rico heen. Rico, je staat niet veilig houden. Nee, al die blokjes. Ga weg! Oh, dit wordt nek aan nek. Oh ja, kijk even waar ik sta. Ik bedoel je nek aan nek? Je kan hem nog slaan. Heb je geluk dat hij er misschien nog weggaat? Maar je gaat sowieso garandeerd dood als je daar blijft staan. Ja. Nou, slash kill. Nee. Oh, jij onder je. Wat? Oh joh. Mijn blok blijft gewoon leven. Voor altijd. Forever alone. Hey, ik heb blot edit. Oké, ze gaan niet overleven. Sla je vaak eens? Wat een spanning dit. Slaat hij me ook? Oké. Ik zie niks. Nog één blokje te gaan die in de fik staat voor Rico. Kom op. Ons radio, tip 1 met een 10 benen, ik kan het zien. Oh, dit is niet leuk. Ons radio, het vuur gaat. Nou ja, Rico staat precies op het blokje die in de vuur staat. Ja, die staat al de hele tijd in. Oh, skills. Oh mijn god. Oh mijn god. Maar zo zie ik wel weer het vuur gebruiken. Oh mijn god. Nee, geen vuur meer. Dat was echt close. Ik weet niet hoe die varken dat deed, maar... Ja, ons radio, vuur is bijna aan. Oh ja, zeker die van mij met lekker aan, hè? Oké. Okay. Godzijdank. Zo, doe dit even zeg, ik kan het zien. Ik zie nu alleen dat Jerry precies boven hem staat. Ja, dat snap ik, maar ik ben aan het filmen, dus dat kan niet, hè? Maar dat is gemeen. Ik heb nog maar 4 blokjes om op te staan en hij heeft er gewoon 20. Ja, die staat daar gewoon zo. Ik probeer wild edit te gebruiken, maar waarom werkt het niet? Hey, wilt je dit? // bond. Zadio. Oh, Rico, wat ga je nou doen? Mijn wild edit is kapot. Kijk, ik doe dit en ik doe dat, maar het doet niks. Je moet op een varken slaan en dan... Nee! Zadio, dat vuur staat niet in de fik. Oh, nu staat het wel. Rico. Wat is dit, jongen? Nog 2 blokjes heb je over. Ik heb er nog 3 over. Oh shit, oh shit. Oh, yes. Dit was een... Ja! Nou jongens, zoals te zien is dit een puntenverdeling, dus. Mottenvarken. Dit is een puntenverdeling.